Welkom allemaal. Zo'n 3/4 jaar geleden zijn we begonnen met de activiteiten van Hanni en Polen. We hebben daar een heel programma voor gedaan. U loopt allemaal wel eens een keer langs het prachtige beeld van de Lichtplein. En dan denkt u vast, ja, Henriette, waarom het hols? En we hebben 3 projecten. Nou, u bent vandaag hier voor de opening van de tentoonstelling, maar we hebben er nog meer. Een gedichtenwedstrijd. U heeft vast, toen u langs de bibliotheek liep, die prachtige posters gezien. En een van die posters heeft het gedicht Sombere Gedachten, schiep een sombere tijd. Nou, wij vonden het fantastisch, want ze heeft dat geschreven in 1902. Het is nu 2012, laten we zeggen een eeuw geleden. En wat is het verschil tussen 2012 en 1902? Oogschijnlijk niks en tegelijkertijd heel veel, want er zijn veel parallellen. Dus wij dachten, het zou fantastisch zijn als iedereen het gedicht van Henriette Ronald Hols gaat vertalen naar de huidige tijd. Nou, we hebben het geweten. Uit heel Nederland. Van jong tot oud. Uit België. Uit het Midden-Oosten. Met andere woorden, Henriette leeft. Ook al is ze al 60 jaar dood binnenkort. Dat is de gedichtenwedstrijd. In het voorjaar hebben we een literaire rondwandeling-app. Die wordt dan, zoals we dat tegenwoordig modern noemen, gepubliceerd. En dan kan iedereen met een telefoontje, of het nou een Android of een Apple is, door Noordwijk lopen en alles horen, lezen, zien op een interactieve manier over de vele beroemde schrijvers die we in Noordwijk hebben gehad. Willem Krol heeft die prachtige beelden gefotografeerd die in Noordwijk staan. U ziet ook het beeld overal terugkomen in de folders, op de posters en op de website. Met dank aan Willem Krol. Dus ook dank aan het Vincent van Koghuis. Het Museum Noordwijk, het Genootschap Oud-Noordwijk, Katwijk Museum, ja ja. Maar er gebeurt meer. Niet alleen vandaag. Komende donderdag hebben we een toneelvoorstelling van toneelgroep Om Effen. En daarom ben ik er zo trots op dat Suzanne hier vandaag de tentoonstelling opent. Maar we gaan eerst kijken naar een optreden van het kleinkoor. Uit de voorstelling Adriana. Die veel te goed. Voetsport van Adriana. Veel plezier. De dingen waarover je zult struikelen. Dingen die je in verrukking zullen brengen. Afkeer en wrevel zullen oproepen.
Henriette Roland Holst. En als je over haar denkt en leest, en dat heb ik heel veel gedaan toen ik aan mijn vloek bezig was, dan ontdek je hoe eigenzinnig ze was en hoe anders ze durfde te zijn dan de vrouwen van haar tijd. Bevlogen en ambitieus en betrokken, intelligent natuurlijk, eloquent en hoe ontzettend veel ze heeft nagelaten. En het leuke is, toen vlak voordat Vloed uitkwam, kwam mijn uitgever met een heel mooi cadeau. Dat was een handgeschreven brief van A. Roland Holst, zoals we hem kennen, de dichter Adriaan Roland Holst, aan zijn tante Jet. En dat kreeg ik, 4 blaadjes, dus die heb ik in laten lijsten. En het heet Over een kamer. En ik dacht, daar ga ik eerst een stukje uit voorlezen. Enkele kamers die door herinnerd geluk of verdriet, verlangen of angst, van dieper invloed werden op mijn leven, Bach speelde. Als ik nadenk over die kamer, en dat doe ik niet zelf, heel erg beïnvloed is, omdat zij was de dichteres van de familie en hij wilde dat namelijk.